Super leuk dat je kijkt naar mijn allereerste shopvlog. In deze video ga ik laten zien wat ik de laatste tijd heb gekocht en hoe ik deze items zou stylen. Beginnen we met het eerste item. Dat is deze slangenprintbroek van de Zara. Zo, hier zie je de print even goed. Het zijn super mooie kleurtjes. Volgende item wat ik heb gekocht is deze trui van de H&M. Hij is echt super lekker zacht. En lekker fel oranje. Super leuk. Dan heb ik ook nog deze Adidas legging. Hij is leeggroen met witte strepen. Zit super comfortabel. Niet alleen voor gewoon in huis, maar ook gewoon om te dragen buitenshuis. Deze legging herkennen jullie waarschijnlijk wel. Had ik al eerder laten zien in een vlog. Dat is deze heftige legging van de Zara. Maar ik vind hem nog steeds echt helemaal geweldig. En dan heb ik bij de Most Wanted heb ik een crunchie gekocht. Deze. Met eigen print. Hij is ook lekker zacht. En ik vind dit lekkerder in mijn haar zitten dan een gewoon elastiek. Ik weet ook niet waarom. En dan had ik bij de Sfera had ik nog 3 andere kleuren gekocht. Bij de H&M had ik nog een cool, het is niet echt een cool trui, het is meer een cool shirtje. Zwart met witte strepen. En dan bij de Zara deze vloerbroek met een wijde pijp. Deze is ook super leuk, want hij heeft zakken aan de voorkant. En aan de achterkant heeft hij een fopzak aan één kant. En ik vind dat een heel leuk detail. Hij valt wat ruimer. Wat super comfortable zit. Dat heb ik sowieso de laatste tijd heel erg. Dat ik niet echt graag meer spijkerbroeken draag. Maar eerder of een legging of zo'n wat wijdere broek. Dat het gewoon veel fijner zit. Oké, dan heb ik deze heb ik in Spanje gekocht. Maar ik zag hem toevallig nog hangen in de Zara in Rotterdam. Dus ik dacht, oh, ze hebben hem nog. Dus laat ik hem ook maar even zien. Dat is deze blouse. Hij heeft aan de voorkant, kijk, een zakje. En valt gewoon lekker oversized. Dus dat zit mega lekker. Dit truitje, ook van de Zara, had ik ook al laten zien in een vlog. Met een beetje een glitterachtige draadje erdoorheen. En dan het item wat je waarschijnlijk al mega vaak in je Instagram feed hebt gezien. Dat is de felroze kooltrui. Heel veel Instagrammers hebben hem in het felgroen, gifgroen. Die heb ik in het roze. Want roze is mijn favoriete kleur. Oké, dan heb ik nog basics gekocht. Basics zijn altijd goed. Deze heb ik bij de H&M gekocht allebei. Gewoon een wit shirtje. En ook de zwarte variant ervan. Ik vind het gewoon heerlijk om... verkeerd om. Ik vind zulke shirts gewoon heerlijk zitten. Lekker onder een vest. Of als je bijvoorbeeld een... legging aan heb of een broek en je wilt gewoon een vestje aan, dan is dat altijd goed om eronder te doen. Dan heb ik nog deze legging, die is van de van Studio Mo. Het is een beetje, ja, ik weet niet echt wat voor kleur het is. Het is een beetje blauwachtig, blauw-grijs. Ik vond het echt een hele mooie kleur voornamelijk. En hij zit ook super lekker. Dan heb ik nog deze broek gekocht bij de Most Wanted. Dit is een flare pants. En het is een beetje geripte stof. Okay, mijn volgende item is één van mijn favorieten. Dat is een tijgerprint jurk van de H&M. Even kijken hoe het zit hoor. Dit is de achterkant. Okay, wat hij dus heeft, heeft hier bij je waist zeg maar... Heeft hij elastiek zitten, zodat hij aan de bovenkant een beetje poffig is. Hier onder je borsten loopt hij dan strak en dan loopt hij weer wat wijder uit. En dat heeft hij ook bij de mouwtjes heel schattig ook, dat hij wat aangesloten zit. En ik vind deze echt een van mijn favoriete aankopen wel. En vervolgens heb ik een item wat echt onmisbaar is in je kast. En dat is gewoon een goede spijkerjas. Ik heb nu voor een oversized model gekozen. Omdat ik zelf al gewoon een normaal vallende spijkerjas heb. En deze is van de H&M. Deze zag ik hangen en toen dacht ik, ja, die moet ik hebben. Ik was er ook echt naar op zoek.
Ik had er al een paar aan gehad van de Zara. Maar ik vond deze had gewoon net wat lekkerder, vond ik. Dan heb ik bij de Stradivarius heb ik nog gewoon een haarband gekocht. Gewoon een effe zwarte. Dat staat overal bij. Ik kan soms een outfit nog extra opleuken. En dan heb ik ook nog bij de H&M twee bralettes gekocht. Bij de H&M twee bralettes gekocht. Eentje met tijgerprint. En een bordeaux rode. Daarbij heb ik natuurlijk ook gewoon bijpassende broekjes gekocht. Dat waren dan alle items die ik de laatste tijd heb gekocht. Nu volgen de beelden dat ik ze ook aan heb en hoe ik ze gesteld heb. Deze outfit zou ik dus aandoen als ik uit eten ga met iemand of ik ga ergens wat drinken. Dat je toch een beetje toch nog van going out stijl, maar dat je toch wel comfortable bent. Daarvoor heb ik dit sterrentopje aan van de Zara. Daaronder doe ik wel altijd een top. Want ik vind het altijd heel heftig als je meteen je BH ziet. En dan heb ik daaronder heb ik de de velour broek van de Zara. Met de wijde pijp. En dan heb ik daaronder sokhakjes aangedaan. Ook van de Zara. Zodat je toch wel nog comfortabel bent. Maar toch ook wel echt een super eye-catchy outfit hebt. De jurk die ik nu aan heb, kan je eigenlijk op mega veel verschillende manieren dragen. Ik laat er nu twee zien. De eerste is gewoon een beetje wat netter. Dan heb ik hem gewoon met dezelfde soklaarsjes onderaan gedaan. En dan kan je eventueel nog een couvertje er overheen doen. Is hem dan met couvert. Zelf vind ik hem zonder wat leuker, omdat je dan gewoon goed ziet dat hij getailleerd is. Nu haalt het echt een beetje de vorm van mijn lichaam weg. Maar ja, als je dit leuk vindt, kan het in ieder geval. En dan kan je hem ook natuurlijk nog wat koeler dragen voor echt overdag. Dan zou ik hem zelf aandoen met een oversized spijkerjasje. En dan gewoon bikerboots, wat ruigere laarsjes. En dan vind ik hem gewoon heel cool voor overdag. Wat je ook kan doen is natuurlijk gewoon een dad sneaker of een hele grote sneaker eronder. Dat is ook super vet. Deze legging zou ik dus aandoen met lekker grote sneakers. Een oversized jasje. En lekker een wit t-shirtje. Zodat je toch, omdat natuurlijk de legging is echt al rete heftig. Dus als je dan ook nog bijvoorbeeld besluit om geel shirtje aan te doen, dan wordt het zo heftig. Dus de rest heb ik dan heel basic gehouden. Zodat het dan toch niet te wordt. Deze outfit had ik al een keer aangehad in een vorige vlog. Toen ik net de groene legging had gekocht. Maar ik dacht, ik doe hem nog even aan. Kunnen jullie nog een keer zien hoe het stond. Dus deze groene legging. Met gewoon een zwart F-shirtje. Witte Ultra Boost. En dan het jasje. Met het oog aan de achterkant. Ik zou persoonlijk onder deze broek wel fans doen. Zodat het wit nog een beetje breekt. Nou ja, en verder kan er gewoon alles op. Je doet een zwart shirt op. Je doet er een trui op. Mocht je het nog een beetje willen opfleuren, kan je deze er nog overheen doen. Ik zou dan een wit shirt bij deze broek dragen. Een oversized spijkerjas. En dan grote dad sneakers. Vind ik gewoon heel vet. Maakt de outfit wat stoerder. Mocht je het dan weer wat netter willen, kan je altijd gewoon een kooltruitje erop doet in een zandkleur, vind ik ook wel mooi. En dan een zwarte colbert of iets eroverheen. Dus deze zit echt super. Een velroze kooltrui zou ik eigenlijk in een ideale wereld op een zwart rokje willen stylen. Maar helaas heb ik die op het moment niet, dus die ga ik nog even bestellen. Nu heb ik hem gewoon aan op een zwarte broek met een oversized jacket. Eigenlijk doe ik wel, ik hou niet zo heel erg van hele strakke shirtjes. Voel ik me nooit echt gemakkelijk in. Dus vandaar dat ik er nu ook een jasje overheen heb. Deze blouse van de Zara kan letterlijk op alles. Op een zwarte broek, op een spijkerbroek. Je kan hem open dragen zoals ik nu heb. Doe je een leuk shirtje eronder. Of je kan hem natuurlijk gewoon in de broek stoppen. Of gewoon zo open dragen. Dit is hoe ik de kooltrui in gedachten had. Alleen moet ik nog een blazer kopen die langere mouwen heeft. Want ik vind het mega awkward dat je zo die strepen eruit hebt. Dus dat is niet de bedoeling. Ik heb hem gewoon aangedaan met een zwarte colbert, een zwarte broek en een hakker eronder. Zodat het gewoon wat nettere outfit is. Want
daar hou ik ook van. Dit is het andere truitje van de Zara. Zit super lekker met streepjes. En ik zou hem aandoen op een zwarte broek. Eventueel nog een colbert eroverheen. Maar dat komt ook. Ik ben gewoon... voel me gewoon niet zo fijn in hele strakke shirtjes. Maar ja, toch vind ik dit wel leuk zo samen. Ik vind dus de kleurencombinatie van het oranje heel erg mooi met het lege groen. Dat ik gewoon aan doe op een zwarte broek, een spijkerbroek, flared pants. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik vond het echt wel een kick, twee toffe kleuren bij elkaar. Dus ik dacht, deze laat ik ook even zien. Dat zou ik wel, zeg maar, aandoen. Dit was dan mijn allereerste shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik zou graag willen weten wat jullie favoriete outfit is. Dus laat het even weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie zaterdag weer bij een nieuwe vlog.